Hey everybody, I'm back with another part of the stream. I'm going to play some more Overwatch. Hey, it's Wannabe. Welcome. From before the awakening are blurring, like a fading dream. But I do remember some things. So, I'll take it personally when I get the most kills, okay? Okay. Science holds good where outcomes are uncertain. But I am certain that we're going to have a great time. 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Good kill. Over there.
That's good. Damn it. Apagando las luces. Ho-ho-ho! 5 kettle kill streak! Nice! Was a good game.
Now arriving at Lijiang Tower. Your flanks. They might try something. Hello there. More field research. I'm going in. Grand. Hey, salute you. I'm with you. Hey, salute you. Hey, 5, 4, 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. Kakaya. Hey, salute you. Hey, salute you. Enemy here. I'm here. Misery made manifest. A taste of poison. Enemy here. Oh, another accurate prediction. I think Tom did it in a boy. Open the bar. I am going in. I'm on my way. Nice kill. Yeah, very nice kill. Engaging thrusters. Yahi param vastavikta. I'm going in. Damn it. Watch your surroundings. They're counting on me. Damn.
Oh. Nice. If we do this right, they won't even know what happened. Hey, salute you. Greetings. Damn, who's ready to have some fun? No. I take care of my friends. You. Help me. Five, four, three, two, one. Attack the objective. Capture the objective. Come on. Reset and regroup. Yahi param vastavika hai. Pirates disengaging. Come on. Hoppa, triple kill, bitch. Too bad, guys, too bad. That was stupid. Nothing gets past me.
to devastate. Time to teach these bugs some manners. In action. God, time to save the world? Game on! Too bad guys, did my best, still Hey, lelijke trekvlek. How are you? Hoe gaat het? Hier, Fransie.
Nou, helemaal wel. Ben ik arcade aan het doen of ben ik het doen? Unranked. Met nog een viewer en dan. Dan ben ik. Die jongen die gaat hier naar deze ronde gaat hij. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik met mijn nieuwe favoriet heb gevonden. En dat is? Diva. Shock. Dat is denk ik een van de fijnste om mee te spelen tot nu toe. Shock. Hoezo? De meesten gaan voor die omdat hij lekker makkelijk is. Wel. Ja, de tank kan veel hebben. Je hoeft niet te zorgen te maken om reload. Je kan wegvliegen als het nodig is. Noem het maar op. Dat is toch goed? Ik denk dat dat nou niet zo erg is. Dat is misschien voor jou wel handig. Ja, en anders wordt het toch echt een sniper. Waarmee je close combat gaat. Ja, of die andere met die shotguns, die heb ik ook nog gezien. Die kan je ook doen en anders pak je gewoon Soldier. Heb je die al geprobeerd? Nog niet. Die wil ik eigenlijk de volgende ronde gaan proberen. Ja, dat is dus gewoon close combat met een self-heal. En dat is wel beter voor mij, denk ik. Ja. Daarom zei ik al, probeer die. Ja, daar heb ik de volgende ronde. Jij pakt een sniper om close combat te gaan doen. Dat kan ik je zo wel zeggen, dat is niet handig. Nee, ja. Bij mij varieert wel eens. Ik kan heel goed close combat, maar ook wel eens ooit goed snipen. Nee, ja, dan heb ik altijd het gevoel dat ik niks aan het uitvoeren ben. Zoals altijd. Fuck is. Nee. Uit de kut. Ah, oh, fuck jou. Nou ja, en dan blijven ook niet echt bij mij in de buurt. Jij helpt het over. Een soldier. Soldier, ja. Hoe ziet hij eruit? Muisklik. Dat is die met die rode bril, grijze baard bij damage dealers. Inmiddels, je zit nou bij tanks te kijken. Inmiddels zijn de damage dealers. Deze, oh, die hebben, daar begin je mee met de tutorial. Kijk. Het is verdeeld in tank, damage dealer en healer. En deze, niet tegen de muur aan staan, doen we eens rechter muisklik. Ja, klopt, ja. En met E heb je een heal. Moet je wel in blijven staan, maar dat is een heal. En dan kun je ook je teammates mee healen. Ook wel zo handig. Ja, die had ik inderdaad bij de tutorial. Krijg je hem ook mee te spelen. Ja, dat is een best wel handige, fijne damage dealer. Gewoon de doorsnee, zeg maar. Even kijken, wat gaan we spelen. Net toch wel de meeste skills in principe. Hij is best fijn. Ik speel die best wel. Ik speel meestal geen quick play, maar. Ja, ik heb nog niks verder unlocked, hè. Je kan arcade toch spelen. Hoef je ook geen champions te unlocken. Ja, oké. Okay. Dat is wel handig als je meer heroes unlockt, zeg maar. Ja, ik hoef er maar eentje te unlocken. De rest heb ik al. Ja, ik had Overwatch 1. Dus bij 2 hoefde ik niks qua dat te unlocken. Ik heb best wel veel skins. Maar ja, die kreeg je gratis bij 1. Ja, 1 is er niet meer, hè? Nope. Want ik zat ook al te kijken om te beginnen bij deel 1, weet je wel, maar. Nope, 1 is overgegaan naar 2. Gewoon automatisch. Ja. Fuck is dat? Ik zag dat ze nou ook World of Warcraft gratis hebben. Maar het is waarschijnlijk met Guild Wars 2. Ik heb Guild Wars 2 heb ik toen gekocht. Hoezo is World of Warcraft gratis? Ja, je kunt in ieder geval waarschijnlijk via FTP doen. Zeg maar, ja, dat je. Dat je is een demo. Je kan de laatste ding kan je niet spelen. Je kan alleen maar op level 60 spelen. Maar heel veel heb je dan niet. Nee, maar dat is hetzelfde. Ik heb Guild Wars 2. En je hebt Guild Wars 2 ook freeplay, weet je wel, maar dat is gewoon waardeloos. Ja, dat is bij WoW dus ook. WoW is gewoon waardeloos. Beter dan Guild Wars 2, maar ja, dat is niet moeilijk. Dat dacht ik dus niet, Guild Wars is op alle vlakken echt wel beter hoor. Nee. Echt wel. Nee. Veel meer interactiviteit, heel de wereld verandert continu. Nee. Ja. Guild Wars 2 is gewoon fucking ruk, jongen. Nee. Jij bent ruk. Nee, daar heb ik een verhaal voor.
zo lang niet gespeeld. Zo, ja, deze game mode echt lang niet gespeeld. Weet je wat ik voor de gein zal doen? Maak ik een hobby van, kijk dat ik jouw leven kan houden. What the fuck ben jij? Dood. Ik loop achter jou. Shocker. Fuck you. Met deze speel even ook wel even wennen hoor, om dit te spelen nou. Omdat je veel verschillende champions hebt met verschillende skills. Die je eigenlijk allemaal weer moet kennen, te weten hoe je ze, wat je tegen ze kan doen. Je moet je heal kunnen gebruiken, in geval van jou. Ja, die heb ik net, dat heb ik net gedaan. Nou, ik gast, ik ben je de hele tijd aan het healen momenteel. Ik heb net zo'n ding neergegooid. Hey, welkom, thanks for the follow. Even Joe's. Ik heb er eentje. Die wil een merch. Come on. Sterf. Oh. Kom die draak, dat is ook een skill, of niet? Dat noopt met. Ben niet bij een booggast. Oké, ik heb... Met is leuker. Scheelt voor jou een hoop skill, want je hoeft niet eens meer te richten. Krijg die gigantische cirkel in het midden van je scherm en gewoon schieten. Oké, ja, dat is die Q bedoel je? Ja. Ja, dat klopt, ja. Achter me. Ja. Jij bent ook dood, hoor, ik weet niet. Ja, goh. Weet je welke character ik speel? Ja, een healer. Ja. Een van de populairste. Ja, dat de beste healer is. Maar het enige wat ik momenteel doe, is jou continu healen. En ik volg jou overal waar je bent. Ga jij dood, dan ben ik ook binnen de kortste keer dood. Ik heb alleen maar een handpistool, that's about it. Ja, oké. Okay. Mijn taak is om jouw noob reet in leven te houden. En daar gaat hij. En... Godverdomme. Ja. Save by mercy. Hey, ik deed mijn best. Ik ken de map zo niet, hè? Ja, daarom is het ook handig als je een arcade mode. Daar heb je alle champions. En als je dan de 3 versus 3, 5 versus 5 speelt, die speel ik ook meestal. Het zijn korte potjes, je leert champions kennen. Omdat je de map niet kent, boeit op zich niet zo heel veel. Ik denk dat dat eigenlijk niet zo onverstandig is. Nee. Ja, dan heb je volgens mij vandaag, want dan wisselt iedere keer volgens mij vandaag Capture the Flag. Dag. Oh, daar hou ik van. En Capture Domination. Ik weet niet of ze die hier ook hebben. Ja, heb ik ook. Soort van is daar volgens mij. Ja. Oh, ik heb er één. Kom op. Kom op. Ik zie mijn eigen weg vliegen. Yep. Thanks, wannabe. See you tomorrow. Ik heb je even een nieuwe invite gestuurd. Een momentje. Je hoeft alleen maar op ei te drukken, jong. Ik ben zelf een ei. Heb je je webcam een keer goed bekeken? Nee, dat gaat niet, want ik reflecteer te veel. Ja, ik zou ook liever niet hebben dat je webcam aan had. Oh, god, dat is small licht. Even kijken, ei doet nu bij mij helemaal niks. Je capture the flag. Nee, omdat je al in het team zit. Kut. Ah, oh, shut up. Volgens mij kun je nou gewoon elke... elke champion kiezen. Ik ben benieuwd.
Nou ja, zoals die e-sporters, daar gaat het nergens om, die snelheid. Ja, die spelen het 10 uur per dag, wat verwacht je? Ja, dat is ook wel zo. Maar dat duurt met jou. Met je moeder ook. Ja, dat weet ik. Ha. Het is wel gaaf, jongen, mijn toetsenbord gaat helemaal mee met alle dingen en zo. Weet dat, alle sounds. Ja, alle kleuren, past die aan, zeg maar. Meteen automatisch de knoppen die je activeren kan, zeg maar, die pakt hij eruit. Ja, ik heb heel simpel, ik heb een toetsenbord, die kan een rooi lichtje, een blauw lichtje of een paars-roze-achtig lichtje. Dus die staat gewoon continu op rood en voor de rest doet hij niet veel, want ik kijk toch niet naar mijn toetsenbord, ik kijk naar mijn scherm. Ja, oké, maar toch, ik vind dat wel de moeite waard, zeg maar. Ah, je kan blijkbaar niet alle champions spelen, omdat je niet locked hebt. Nou ja, kan je gewoon een gebiedje oefenen. Ik ga lekker mortier spelen, is leuk in deze. Fusion Dryer, dat lijkt me dus geen fijne. Ja, die nieuwe vind ik ook niet fijn. Wat heb je nog meer unlocked? Laat eens kijken. Die Winston. Die is op zich ook wel lachen. Op zich, hier kan je wel snipen in deze map. Even kijken, Sarah die was. Dat is gewoon schild en rennen. Reinhardt is tank. Heel te slaan. Ik denk dat ik die, alleen van deze, tot nu toe alleen maar deze leuk vind van dit team. Mijn Reaper heb ik wel gekeken, dus diegene maar die. Die twee geweren, ja. Ja. Daar zat ik wel in principe aan te denken. Die is op zich ook wel leuk, die is wel sterk. Ga ik daar eens even mee beginnen. Dat is gewoon echt capture of like, ja. Oh, dat is diegene die ik elke keer zie vliegen, die zag vliegen. Yep, en je kan ook teleporten met E. Zo, en ik ga gewoon lekker irritant zijn. Ik ga hierboven staan. Nee, ik heb een ding. Zijn wel gewoon echte mensen, of niet? Ja. Ik ga niet versus de computer doen met dit spel, daar zeg je kut aan. Nee, oké. Okay. Ik ben benieuwd of die me nog steeds vaak volgt, die Everett Show. Zo. Ja, ga jij me lekker aanvallen? Ik ben defense. Kut. Heb je de dagdienst? Hm? Heb je dagdienst? Ja. Wat dagdienst? Nog een dag in het uitvoer jij. Gast, ik heb kantoorbaantje, ik ben nou vrij, kut. Waarom ben je vrij? Omdat ik een fatsoenlijke baan heb. Nee. Gewoon werken, godverdomme. Dat heb ik vandaag al gedaan. En ik was netjes om 4:30 klaar. Lang leven kantoor. Jongen, wat een tijden. Jongen, ik werk tenminste. Nou, ik niet dan. Je zit hier aan een uitkering, of niet dan? Ja, nou en? Ik heb toch streamen, dat is ook een baan. Dat is nou wat mee verdiend wel, ja. Ja, dan moet ik eerst Amerikaanse belastingen betalen, dus nog verloop ik niet. Nee, nog niet eens. Jawel. Het is gewoon de 100 euro die je. Je krijgt per 100 euro krijg je uitbetaald. Over die 100 euro wordt dan meteen de belasting en zo afgeteld. En hou je misschien. Ja, $100, ik zeg het even fout. En dan hou jij ongeveer €40 van over. Ja, maar je moet wel een formulier of zoiets invullen. Maar als je partner bent, krijg je een keer zo'n teken ding en klaar. Ja, nee, Nick heeft al een paar keer uitbetaald gekregen, dus ja, ik weet hoeveel hij ongeveer per keer binnenkreeg. Alleen Nick is helemaal slim, slim bezig. Zijn vriendin / verloofde, volgens mij is het zo verloofd als ik me goed herinner, die doet iedere keer abonnementen giften. En ja, per $100 laat hij het uitcashen. Dus van ja, ik heb mijn loon gekregen. Ja. Die je vriendin allereerst heeft overgemaakt, dus
Feitelijk krijg je je zakgeld van je vriendin en ze geeft ook een hoop weg aan de Amerikaanse overheid, ook nog in de vorm van belasting. Niet dus slim. Had ze net zo goed gewoon 100 euro kunnen geven. Maar dat zei je, dat is bepaald niet slim, hè. Nee, dan zeg ik zelf, ja, maar er komen mensen terug. Mensen zijn één keer gejoined, ze krijgen een subscriptie en ik denk echt dat ze nog een keer terug gaan kunnen kijken. Nee. Nee. Daarom, ik heb nou echt een schedule. Ja, deze stond er dan niet op, maar vandaag stond Magic. Maar, weet je, het is mensen die... Ik heb nog wel al 3-4 mensen die blijven terugkomen. Dat moet je wel hebben. Ja. Maar ja, waarom weet je... mag Joost weten, maar ze komen terug. Fuck you. Nee, maar ze komen, ze kijken en ze komen terug en YouTube doet het ook behoorlijk goed op zich. Dus ja, ik ben best tevreden tot nu toe. Ik bedoel, ik... Ja, stream toch aardig met... juiste tijden en zo, denk ik. Ja, je streamt gewoon vaak. Op zich. Het beste is als je eigenlijk de Amerikaanse tijden aanhoudt. Ja, meestal zit ik rond 9 uur, 10 uur 's avonds. Ja, dat weet ik. Nee, ik zie je al dan wel als je online komt, dan heb ik zoiets voor welk spelletje aan het spelen en. Ja. Dan zie ik dan van eigenlijk of het boeiend is. En dan kijk je ook niet meer mee of zo en zeg je niet hallo als moderator. Meestal zet ik het op mijn telefoon aan en dan ga ik gewoon zelf zitten gamen. Dan heb je me wel als viewer, alleen doe vrij weinig. Ik ook iedere keer van Nick. Ja. En kijk goed, als je partner bent over, wat is het, 13 followers erbij nog? Ja, nou, dan, 13... dan ben ik, heb ik VIP. Ja, dan ben je affiliate, dan kunnen mensen op je subscriben. Ah, oké. Okay. Dan heb ik bijvoorbeeld, dan begin je het geld te verdienen. Per bijvoorbeeld Prime. Ja. Prime abonnee verdien, moet jij zo zien, verdien je 2,50. En hoe kon je, ja, dan moet je me dan maar even een keer buiten de stream uitleggen hoe dat allemaal precies zit. Heel simpel. Jij bent affiliate, jij geeft jouw bankrekeningnummer en zo op. Dat moet je op een gegeven moment toch wel een keertje doen. En hoe heet het? Voor iedere Prime subscription die je krijgt. Bijvoorbeeld als ik met mijn Prime op jou subscribe, krijg je 2,50 per maand. Oké. Okay. Want dat telt gewoon als een subscription. Elke subscriber die je krijgt is 2,50 per maand. Oké. Okay. En daar is dan nog zonder belasting eraf. Of is alles er vanaf? Zo moet je het ongeveer tellen. 2,50 per maand. Telt als 5 euro voor een subscription, dus je spaar je op tot de 100. Nou, je krijgt er maar 50% van ongeveer. Ongeveer 40 à 50 euro. Dus 2,50 in de maand ongeveer tellen. En mijn Amazon Prime bijvoorbeeld is 3 euro in de maand. Dus feitelijk, als ik zou gaan streamen, of ja, mijn account weer actief zou zetten voor te streamen. En ik zorg even dat ik 50 subscribers heb, of ja... followers heb, dat ik dinges ben en iedere maand doe ik mooi aan mijn eigen subscriben met mijn Prime, heb ik maar 50 cent verlies. Oké. Okay. Dan zit ik voor 50 cent Amazon Prime te kijken. En dan één keer in de, nou, waar is het, 20 maanden ongeveer, kan ik dan uitbetalen. Dan heb ik weer 100 euro terug. Maar die Amazon Prime, dat is van Amazon Prime die filmdingen. Ja, die. Ik weet niet, heb jij geen Prime? Nee, ik heb wel een account van die zus van Mortal. Die, maar die. Ja, ik vind het wel eens omdat je zoveel moet bijkopen. Bijvoorbeeld Doctor Who en zo. Ja, dat staan er allemaal niet op. Er staan wat dingen op die best leuk zijn. Het is maar 3 euro in de maand en je krijgt dus ook voor random, net waar je voor subscribe een Twitch subscription op. Je krijgt in-game goodies. Ik krijg nou elke keer van die endorsements. Wat zijn die voor? Geen flauw idee. Oké, okay, hoor. Ja. Gast, ik heb 3 keer gestreamd of zo, waarvan ik 2 keer vergeten was zelfs om de stream uit te zetten, tot mensen 5 uur lang naar een zwart scherm hebben kunnen staren. Nee, ik bedoel, in deze game. Endorsements. Oh, ja, dat is voor, je kan zo'n, je in-game player level zeg maar omhoog halen met endorsements. Kortom, mensen vinden het leuk om jou te spelen, jee, je gaat de level omhoog en je krijgt dan volgens mij... En in het verleden kreeg je dan een lootbox. Ik weet niet wat je tegenwoordig krijgt.
Ze even uitzoeken dan. Als je einde van de potje beëindigt, krijg je ook andere mensen een dorsen. Nou, allemaal heel leuk en aardig. Ik doe het nooit. Dan krijg je extra experience. Maar ja, je krijgt toch geen lootboxen meer. Dus ik heb het niet voor aan, zou ik. Snap ik. Oh, pijl en boog, gastje. Ja. Wat de fuck ben je aan het doen? Even in mijn kop zetten. Even terug. Nee, dit is niks voor mij. Serieus, why the fuck ben ik de enigste verdediger? Ik kan daar ook wel even mee helpen. Ik ben de enigste verdediger, ik kom niemand tegen in die gang. Waar de fuck is het team? Dat vraag ik me nu ook af. Dit is echt, echt. Die gast die de... Nee, ik ga een andere check spelen, ik ga gewoon kijken of het ook lukt. De gast die hem nou capte, ja. die kan zonder enige tegenstrubbeling, deed hij dat gewoon. Die liep naar binnen, pakt de vlag, loopt weg, niemand die hem tegenhoudt. Oké. Okay. Iedereen zit random ergens rond te rennen. Maar ik sta nou hier bij de vlag van ons. Een sniper. We are outnumbered. Your team has the flag. Hello. Your team has dropped the flag. Hello. Enemy flag returned. Yeah, weet je, fuck it, ik ga die vlag wel halen. Vlagplan. Hun hebben namelijk wel verdediging. Sentries. Ja, de jackte die ik eerst speelde. Sarah. Maar ja, toen was ik de enige fucking verdediger. En nu gaan mensen wel verdedigen, echt. Of aanvallen, echt. Serieus. Ik ga weer defense. Ik ga daar ook wel op defense. Ja, misschien niet handig om een sniper hier te gaan staan, weet je? Nee, ja, ik zit ook aan het kijken wel een goede plek is hier, maar... Je kan proberen hier te gaan staan waar ik nou ben. Nee, niet te ver, want je gaat dood. Maar daar gaan staan. Beetje bij het randje. Hier zo. Nee, want daar komt je echt vandaan gerend, kut. Ja, ga daar maar eens staan. Blitzen ze jou nou op? Ik sta hier, kut. Oh, sorry. Kom op, kom hier. Kom ze, papa. Eikel. Achter mij, achter hem, nog een sniper. Ja, we hebben alweer verloren. Echt, what the fuck is dit team? Dit is een waardeloos team. Yep. Jammer tot nou geen 3v3, 5v5 is, die zijn leuker. Ja? Ja, ik zeg al, dat is eigenlijk vrijwel het enige wat ik meestal speel. Daar hoef je niet te kijken, kost alles geld. Ja. Yep. Lachelijk.
Omdat het free-to-play is gegaan, is alles in-game is money. En eerst betaalde je, wat was het, 40 euro voor het spel en was alles gratis. Daarom heb ik, ja, redelijk wel, want ik ging iedere dag, iedere week kon je 3 gratis kistjes zo krijgen. En als je levelde, kreeg je een kistje. En als je, goed, als je aardig was, kreeg je een kistje. Overal kreeg je een kistje voor. Even kijken welke map is dit ook weer. Even kijken wat deze is. Ben ik niet zo echt een healer, maar... Ja, maar die is ook best goed als damage. Ja, daarom. Dat zoiets had ik al. Ik ben niet slim, hè? Ik ben een healer natuurlijk. Ja, maar bij die gigantische gast met een hamer blijft. Nou, dan ga ik jou wel. Kan ook. Ja, ik kan niet echt aanvallen. Je kan bij die gigantische gast met een hamer blijven. En hem healen. Je hebt op E kun je een bolleka vuren, linkermuisknop is heal, rechtermuisknop is damage. Ik ben al dood. Ja, daar heb ik nog lang volgehouden, minstens 5 seconden. Ja, dat is eigenlijk maar alles met hem, linkerknop heal, rechterknop damage. Ik ben hem echt wel serieus damage aan doen, hoor. Ja, dan ga je... Je gaat snipen met de sniping healer. Ja? Ja, dan kan je beter gewoon de normale sniping pakken. Ja, oké. Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Ja, weet je. Daar heb ik eigenlijk niet eens bij nagedacht, eerlijk gezegd. Eigenlijk in principe elke schot die ik doe, die healt jullie, maar damage bij hun. Ja, en niet heel veel damage. Kan wel leuke dingen, net zoals de enemy laten stunnen met slapen en zo. Maar ja. Daar heb je het ook al mee gehad. Ja, ik vind het geen fijne. Als ik healer pak, dan pak ik of die Mercy of die ene met een schild. Nee, ja, maar Mercy is ook echt wel een van de populairste gewoon. De populaire is Mercy, Diva. Eigenlijk wijf. Ja. Hij blijft toch internet nerds iets spelen, hè? Yep. Regel 34 leeft ook nog altijd, dus ja. Regel 34. Alsof jij niet weet wat regel 34 is. Ik weet van niks, ik ben onschuldig. Als het bestaat, is er porno van, hè? Oh ja, ja, sowieso. Maar dat is regel 1, toch? Nee, dat is regel 34. Nou. Ik dacht 1 was. Ja. Algemene reglement, hè? Regel 1 is, jij zult niet kaal zijn. Nou, dan had het toch echt verloren. Yep. Ik heb het over jou, hè? Ik heb nog geen kale plek. Nee, jongen. Flik het erop. Levendige bos haar. Ik heb het echt wel een kale plek kan krijgen, hoor, dik op. Levendige bos haar.
Ja, onder de schama bedoelde. Nee, dat is in elkaar. Ja. Smoesjes. Zullen we flossen of had ze maar flos water? Diva tegen je hebben is best wel kut, ja. Diva, godverdomme, komt die aanschieten met een ultimate. Diva tegen je, mijn champion is een goede counter ervoor. Maar Diva is gewoon, ja, best wel overpowered. Nee, joh. Zou je denken? Ik zou licht aan welke champion je hebt. Jij bent gewoon fucked tegen een Diva. Yep. Ik 1 op 1, kan ik het winnen. Kom hier. Waarom kan ik niet bovenop een dak gaan zitten? Echt waar. Dat het Japanse daken zijn, die zijn best wel schuin. Ja, dus. Ik moet gewoon doen wat ik wil. Plus, feitelijk gezien, ook jij moet toegankelijk zijn voor melee. Dus je kan niet op een plek gaan staan waar een melee niet kan komen. Bullshit. Dan zou het een beetje oneerlijk zijn. Bullshit. Ja. Irritant als ze het spel eerlijk proberen te houden. Ja. Het klopt niet. Ik kan me echt af aan mijn drinken was. 2 seconden ben ik terug. Yeah. Of dat je niet AFK gaat. Ja, klopt. Je countdown is begonnen. Oh, wacht. 7, 6, op stream, 5, 4, 3, Benner. 2, 1. Nee. Geluk. Niks ervan, jongen. Op het randje. Kut AFK. Ja, op zich niet heel erg, eerlijk gezegd. Nee, soms is dat best wel tactvol, zeg maar. Ja, als je net connectie error hebt of zo. Yep. Echt jongens, zijn dit fucking primates of zo? Fucking tryhard noobs. Waarschijnlijk. Ja, wat op Bastion generfd is. Dus kon je als fucking Century zeg maar ergens neer gaan zitten in een hoekje als een fucking machine gun. En nou heeft hij daar een cooldown op. Fucking lame. En dat was nog een moment met de. Hoe heet zij? Die. Niet Diva, maar die een andere. Is ook een attacker. Die staat ook op de cover. Oh, die teleporteert trut. Ja, die ja. Die was ook echt zo zwaar overpowered. Dat is ook heel snel. Die vond ik minder erg, eerlijk gezegd. Ja, maar dat was wel overpowered. Nee, ik vond die best wel meevallen. Het was vaak voorspelbaar wat ze gingen doen. Tracer bedoel ik. Ja. Vaak voorspelbaar wat ze gingen doen. Echt serieus, weer. Echt. Nu doe ik één potje en dan ga ik straks gaan slapen. Dat is op 10:50. Ja, dat is goed. Morgen weer op 8:00 beginnen, verdomme. Ja, dan ben ik lang wakker, joh. Ik sta gewoon lekker om 7:00 op, het is goed. Meestal gaat mijn schreeuwende wekker om 6:30.
Die van mij rond 6:50, een keertje snoezen, 7:00 eruit, nieuws kijken, kind wegbrengen, werken. Ja, dan gaat hij dan hier de mam. Morgen gaat hij naar spam, ja. Maar maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag gaat hij morgens gewoon naar de opvang. Je moet ook, hè? Moet leren omgaan met andere kindjes. Ik ben er nog niet zo'n voorstander van. Gewoon doen. Was ik eerst ook niet. Maar jullie, Max is, hoe oud? 3. 3. Max die is vanaf zijn 1 is die gegaan. Ja, oké, okay. Maar is hij al 3 jaar? Laatste keer dat ik checkte wel. Oh. Ja, die van mij wordt ook alweer 2. Ja, ik heb te lang tijd om te gaan, jongen. Ja. Hij is nou de afgelopen week is hij pas is hij begonnen met lopen. Langzaamaan. Pas? Ja, er is een eigen tempo, hè. Ja, en die verhaalt op het begin ook even die shit, hè. Die heeft hij nog steeds. Ja, daarom is het een gevalletje apart. Jij bent ook een geval apart, maar goed, dat is wel. Ja, weet ik niet. Niet iedereen kan zo perfect zijn als mij. Laat me niet stikken in mijn cola, jongen. Steek erin. Steken, verdomme. Steken. Steken of slikken. Ja, hey. Jij steekt erin, dat weet ik. Dat weet je, hoef je mij niet zeggen. Steken, prut. Steken. Het is accuzuur. Lekker prut, het is gepraat, Paul. Nou, wat mag. Dat bedoel ik. Even kijken, dit is oude Dallas humor, jongen. Wat een Dallas humor, dagelijks op mijn werk. Ja, maar ja. Eikel. Gerrum. Ja. Of hij is gewoon sarcastisch, of hij is dom. Ja, of hij is Frans. Hij heet jou, hij heet gewoon Johan. Gewoon, kijk mij kaal en lelijk zijn. Hey, kijk. Nee, ben ik altijd knapper dan jou. Jouw spiegel is heel lang kapot, of? Nee, vanochtend. Omdat je erin keek? Ja. Ik dacht in jou en dan denk ik, pat! Echt godverdomme, niemand hier wil ik kop denken. Je weet, jouw spiegel is zo lang kapot dat je niet eens weet hoe een spiegel werkt. Shhh. Spiegel kan niet kapot gaan van alleen gedachten, kut. Nou, bij jou wel. Nien. Let ik vol. Serieus, hè? Hebben ze hier ook nog ooit van defense gehoord? Hebben 6 man. 5 man hebben echt gezegd van, yo, aanvallen. Ik sta er. Ja, maar heb je niet veel, maar... Oké, we hebben 1,5 verdediger. Fuck it. Hij heeft ook niet echt goed bereik. Ja, ik heb hem een melee. Ja, maar toch. Hij is er nog steeds. Die Robin Hood. Kom je dik op. Niet te ver volgen, je bent low. Ga nou eens healen, jij. Ben ik aan het doen, toch? Nee. Jij hebt geen self-heal, kut. Oh ja, kut. Waar staan die healpots? Godverdomme. Heeft die klootzak nog onze vlag? Hij is alweer terug. Oké. Okay. Maar niet iedereen heeft een self-heal. Nee. Nee, oké, dat had ik ook wel kunnen verwachten eigenlijk. Dus die kant op is een heal. Die kant? Oké. Okay. In het huisje. Ik zou jou eerst even helpen, want je wordt aan twee kanten attacked.
terwijl hij doodgaat. Jongen, ik probeer het te helpen, ja? Ik hoef me hiervan nog niet meer te healen. Ja, technisch gezien heb je een heal gevonden. Ik wou het zeggen. It's the final brain cell. Du-du-du-du-du. Dat is wat ik denk dat jouw stream zie. We hebben het nou niet over, over onze grote vriend. Hoe heet die? Ik ben zelfs zijn naam vergeten, dat is het ergste nou juist. Jouw superheld met de auto's. Omschrijven. Heb je lelijk eeuwen gemaakt, Dirk. Ja. Heb je nog ooit iets van Clerics gehoord? Van? Rob Clerics, of hoe heet die? Roy Clerics? Ja. Nee, die is toen naar België verhuisd, zover ik weet. En wel een flauw idee. Ja, die is net over de grens gewonnen, wat ik de laatste keer hoorde, via. Hij is wat een hippie, toch? Hipster. Ja, hetzelfde als een hippie. Allemaal geen verstand en doen maar wat ze willen. En offended by all. Yep, pas bij hem. What the fuck is deze man aan het doen? Waar de fuck ben jij eigenlijk? Dood. Oh, daar, oké. Okay. Moet je aan het vragen? Ja, eigenlijk niet, hè. Fuck you. Ga eens tegen de muur aan staan, doe dat eens. Nee. Wat denk je dat ik een idioot ben? Ja. Dankjewel. Ik hou ook voor jou, slet. Ga vliegen. Oké. Wee. Ga landen, kom naar mij. Ik ga je even iets uitleggen van deze character. Met shift schiet je omhoog. En dan, als je dan wil hoeveren, je houdt niet je spatie ingedrukt, want dan ben je zo door je jetpack heen. Ja. Je doet hem gewoon, hoe heet het, buttonpress zeg maar. Mm. Ja. Dan hoever je een beetje. En zo vlieg je lekker rond. Niet zo van, ik ga opstijgen, ik hoop spatie. Nee, want tegen de tijd dat je op hoogte bent, heb je geen fuel meer en dan ben je weer beneden. Oké. Okay. Nou, stilstaan. Vanaf daar. Shift en naar mij komen. Kijk, nou zijn we ergens. Combineer dat met schieten tegelijk en we komen ergens. Oeps. Je moet wel opletten waar ik land natuurlijk. Ja, dat is meestal wel een dingetje. Maar kom op, ik had hem best wel goed te pakken deze keer. En als nou de enemy... ding is niet, of als de mij nou niet de vijand helpt, dan komt het echt helemaal goed. Voor één beeld is twee tanks en een healer, hield ik nog best lang vol. Ja, dat krijg je. Ja, als ik kan hem wel voor me rennen. Ja, ik had hem op zich, ik kon niet meer wegvliegen, maar ik had hem wel te pakken. Want ik heb op zich, hè, jij kon het wel afmaken, in principe. Ik was al dood, kut. Oké, iemand anders met wel goede skills had hem afgemaakt dan, vooruit. Jongen, ik hield nog best lang vol tegen een healer en twee tanks, ik weet niet. Ja, oké, je hebt het deze keer wel goed gedaan, vooruit. Je moeder. Je grootvader. Jopa. Ja, weet ik. En daar komt hij weer. Ja hoor, fucking. Ik dacht, ik doe het wel even, maar nee joh. Oké, je hebt je ultimate, die is bij deze best wel leuk. Okay. Je schiet gewoon 20 raketten tegelijk, je blijft hoeveren in de lucht. Best wel leuk als je op een groep afgaat. Laat eens even kijken. Ja, ik denk niet dat je heel lang de kans hebt, want ik heb. Godverdomme. Goddammit. Wee. Schoot gewoon op jou af. Ja, ik ben er vandoor. Ja, thanks for playing. Yo. Ik zie jou. Later. Spitta. Spitta.
Okay, stream. Thanks for watching this. I hope you had some fun in it. I'm gonna call it quits for today. And I will see you guys tomorrow. Thanks for watching. Have a great evening. And as usual, honk honk.